Vanavond wordt het 100-jarig bestaan van de internationale voetbalorganisatie FIFA gevierd met de interland Frankrijk-Brazilië. En daarom heb ik het vandaag over Klaas Schipper. Maar wat had die Groninger nou met de FIFA te maken? Klaas Schipper was bijna 32 jaar scheidsrechter en floot in die tijd meer dan 1000 wedstrijden. Precies is het niet bijgehouden, maar het zijn er heel veel geweest. Hij werd in december 1910 in Delfzijl geboren en zijn vader was treinconducteur. En zo kwam het dat Klaas op zijn 8e jaar van Delfzijl naar Groningen verhuisde. En hier ging hij aan sport doen, voetbal en atletiek, maar op zijn 17e maakte hij al een debuut als scheidsrechter. De eerste wedstrijd die Klaas Schipper leidde, dat was in 1928 blauw-geel 4 tegen groen-geel 3. Blauw-geel speelde in die tijd nog niet op Koendersborg, waar ze nu spelen, maar op een veld wat op de plek lag van het huidige Helperbad. Volgens zijn eigen idee deed Schipper het wel goed, maar volgens de elftallen was dat niet zo, want een aanvoerder zei na afloop: bedankt voor de leiding, scheidsrechter, maar u kunt er beter mee ophouden. Schipper had er een slapeloze nacht door, maar besloot het advies niet op te volgen. Klaas Schipper ging op cursus en luisterde naar adviezen van ervaren collega's. Zijn inspanningen hadden succes, want op 22-jarige leeftijd floot hij al op het hoogste niveau. Twee jaar later debuteerde hij in het westen van het land en maakte direct indruk door in een thuiswedstrijd van Sparta een speler van die club uit het veld te sturen. We zijn hier bij Bikwik, want een oud doelman van deze vereniging, Aukema, heeft ervoor gezorgd dat Klaas Schipper internationaal scheidsrechter werd. Aukema was namelijk lid van de scheidsrechterscommissie en goed bevriend met de bekende sportjournalist ingenieur Ad van Emmenes. En Aukema vroeg aan van Emmenes, als hij verslag maakte van een wedstrijd die door Schipper werd geleid, om positief over hem te schrijven. En het had resultaat. Want in december 1946, toen Klaas Schipper net 36 was geworden, werd hij op de internationale lijst van de FIFA geplaatst. Dat was de eerste Groninger die dat ooit overkwam. Klaas Schipper mocht in 1948 als grensrechter naar de Olympische Spelen in Londen. Een jaar later floot hij zijn eerste interland. Schipper floot 8 interlands, maar zijn hoogtepunt beleefde hij internationaal als grensrechter. Hij assisteerde de bekende Leo Horn op 25 november 1953 in het Wembley Stadion bij de interland waarin Engeland voor het eerst thuis werd verslagen. Hongarije won met 3-6. Hier was Hotel Hofman en hier werd op woensdag 3 juni 1959 de afscheidsreceptie van Klaas Schipper als scheidsrechter gehouden. Tijdens de receptie kreeg hij allemaal onderscheidingen, onder andere het bondsridderschap van de KNVB.
En dat die receptie hier werd gehouden, dat kwam doordat in het hotel de spelers van het Braziliaanse FC Santos waren ondergebracht. En bij die spelers was de toen al beroemde 18-jarige Pelé. En die Brazilianen, die waren hier voor de afscheidswedstrijd van Schipper. En die wedstrijd was in het Oosterparkstadion. Niet tegen GVV, want dat was veel te zwak. Maar tegen Feyenoord. Feyenoord FC Santos. Met Klaas Schipper als scheidsrechter en zijn vriend Leo Horn als grensrechter. Nou, het werd 0-3 voor Santos. Feyenoord had geen schijn van kans. De wedstrijd was overigens bijna niet doorgegaan. Want de Brazilianen vonden het hotel eigenlijk maar niks. Pelé en zijn teamgenoten wilden bijvoorbeeld allemaal een eigen bad op hun kamer. En dat had Hotel Hofman niet. Ze stonden op het punt Groningen te verlaten, maar konden worden overgehaald om de wedstrijd te spelen. En zo kreeg Klaas Schipper zijn afscheidswedstrijd, misschien wel de meest bijzondere uit zijn carrière. Klaas Schipper was eerst boekhouder, maar in 1954 huurde hij deze sigarenwinkel. En toen hij stopte met zijn carrière als scheidsrechter, had hij meer tijd voor de winkel en voor zijn gezin met 3 kinderen. Erg lang duurde dat allemaal niet, want Klaas Schipper werd ziek. En in juli 1961 lag hij in het diaconessenhuis ter observatie en hij overleed, 50 jaar oud. Zijn weduwe heeft deze winkel nog 5 jaar voortgezet. En wat nog herinnert aan de tijd van Schipper is eigenlijk dat deze winkel nog steeds een voorverkoopadres is voor kaartjes voor voetbalwedstrijden. Nu van FC Groningen en in de tijd van Schipper van GVAV. Daar. Daar. Dat had Klaas Schipper dus met de FIFA te maken. Hij was er jarenlang scheidsrechter voor. En daarom is 3 jaar geleden deze straat naar hem genoemd. Op de voormalige voetbalvelden van Starkenborg. Toe maar Koen, schop hem maar. Zo. En nog een keer. Hoppa, goeie! Hoppa!